Goedemorgen allemaal. Het is 9:10. Het is bewolkt, een beetje heijig. Maar we hebben prima geslapen op deze plek. We staan een campertje of 8-9. En het was lekker rustig. We gaan weer op pad. We zijn reisklaar. We gaan richting Neurenberg. Waarschijnlijk er iets voorbij. Een kilometertje of 300, 350. En we gaan nu vertrekken. Prima plekje hier, oh. Zoals gezegd naast de Netto. Die is dan wel op zondag dicht. Supermarkten zijn in Duitsland niet open op zondag blijkbaar. De rest van de week wel, s'morgens om 7 uur. En dan hebben ze ook verse broodjes. Nou, je ziet het. En daar staan wij. En er zijn er al meer, hoor, die gaan vertrekken vandaag. De eerste is al weg. Die meneer daar, die is ook al druk bezig. En wij hebben ook al ingepakt. Dus we gaan weer op pad. Goedemiddag allemaal. We zijn in, dan moet ik even kijken, ik moet even spieken. Neumarkt in der Oberpfalz. We hebben weer zo'n 350 kilometer gereden. En het is half bewolkt, scherp weer, ik knijp een beetje met mijn ogen. En we hebben een gratis parkeerplek gevonden. Kost niks, je hebt niks. Maar voor een nachtje is het prima. Het is een klein stukje lopen naar het dorp, daar gaan we zo even naartoe. Wij zijn ook langs de Bergerwinkel gereden, een kilometer of 3-4 hier terug. Vlak bij de snelweg. Daar zagen we ook allemaal campers staan. Maar we lazen ook dat daar de hekken dicht zitten en een beperkt aantal plekjes was. Ja, er is voor de rest ook natuurlijk niks te beleven. Dus we hebben toch maar besloten om door te rijden. En dan gaan we zo lopend naar het dorp. Daar staat de camper op de camperplaats. En we gaan een stukje lopen. Hier is een park. En verder naar links geloof ik, want daar komen we vandaan, hè? Daar moet dan de stad zijn. Het centrum. Ik zag in ieder geval in het voorbijrijden een paar mooie gebouwen en een kerk. En we gaan eens kijken hoe we die kunnen vinden. Mooi vrachtwagen. Helemaal beschilderd. Wat is dat voor een... Ik dacht eerst dat het een raapje was, maar... Smurfen. Ik dacht eerst ook smurfen, maar dit is een rood mutsje dus. En bier. Bier? Oh ja, hij heeft bier. Nou. Kaboutertjes. Het zijn kaboutertjes. Kijk eens wat leuk. Nou, is dat niet mooi? Geen smurfen, wel kabouters. Nou, je zal toch in zo'n mooie vrachtwagen mogen rijden, hè? Ja? Een foto. We gaan weer door. De dames die zitten weer in hun koets. Kunnen niet wachten tot we gaan, tot we weggaan, hè, als ze hem zien staan. Nou. Nou ja, beter zo dan dat ze er niet in willen. En nieuwsgierig, hè? En nieuwsgierig, hè? Ze vinden het leuk. Ze kunnen alles goed zien. En straks mogen ze weer ergens lekker een stuk lopen. En Quinnie die heeft dan zoiets van, genoeg, laat mij er maar weer in. Ja. Dat ze blijft langer lopen. Weer in de zetel. Ja, die wil graag weer erin. We gaan nu eerst even een cache zoeken. En wel een hengelcache. Van het dorp.
En dan gaan we richting het centrum van het stadje. Nou, we hebben hem gevonden. De grote truc is om hem weer uit de boom te krijgen. Daar hangt hij. En zo'n kleintje ook, hè? En een grote petling. Maar goed, je hebt er inmiddels handigheid in, hè? Nou ja, ik heb er zelf ook al handigheid in. Ik heb er zelf ook al 8 hangen. En die moet ik ook met regelmaat kijken of ze nog goed hangen. Nieuwe boekjes erin. Dus oefening baart kunst, zeggen ze. Nou, het is rustig hier dus. Ja, ik ben hem kwijt. Oh, daar. En daar gaat hij. Huppatee. Nou, ook weer gelukt. Maar goed, er zijn er hier nog meer. En dat zijn ook allemaal hengelkesjes, hè. Dit is de eerste. We zullen jullie niet vervelen met de anderen. Nee. Er zijn er die vinden dat niet leuk. Maar we gaan er nog meer doen. We komen daar vandaan. We gaan met de brug omhoog. En dan gaan we over de weg heen. En als het goed is, dan komen we zo in het centrum uit. Geen idee wat dit is. Iets van lichtkoepels. Ik weet niet wat hieronder zit. Er schijnen hier ook feesten te worden gehouden. Je weer een steentje? Weer een steentje. Fijne schoenen, hè? Heerlijke schoenen. Ja, maar ik heb elke keer steentjes erin. Ja, nee, zat er al even. Oh. Daar is al de punt van de kerk. Daar gaan we naartoe. En deze kerst die we net hebben gevonden, die heet Roadrunner. Nou, dat is ook wel duidelijk, hè? Je moet gewoon de grote weg over. Door het verkeer. En op de middenberm. Daar ligt die. Nou, het valt wel mee, hè? Het verkeer. We gaan die kant door naar de stadmitte. Daar is de kerk. We gaan die kant op. Nou, we zijn aangekomen bij de ingang. Een ingang van de Altstad. Daar gaan we zo meteen. Hier staat nog een mooi kunstwerk. Een uitgerekte scooter. We gaan nog even een klein stukje die kant op, want daar ligt nog, of daar hangt nog een cache. Die gaan we toch nog even meenemen en dan gaan we straks daarheen. We gaan even door het stadspark richting de innerstad. En dan is er hier nog een leuk stroompje
En een bruggetje met allemaal slotjes. En dan gaan we die kant op. En dan zien we wel waar we uitkomen. Wat is dat? Kunstmuseum. Nou, het is niet te zien door het glas. Zo een beetje, denk ik. Dat is niet aan ons besteed. Moderne kunst. We lopen verder die kant op. Is dat ook kunst? Dat daar? Ja. Een mislukte wortel. Een mislukte wortel. Ja. En dan heb je kunst, hè? Het lukt er nog niet. Ja, oké. Okay. Wat is het? Michael Schoenholz. Turbine. Turbine. Oké. Okay. Nou, dit is de ingang van het park. Oh, daar, kijk, daar staat de kerk alweer. Zie je? We komen in de buurt. Ja, we krijgen inmiddels een beetje trek. Ja, heb je wat lekkers? Appelstroop. We zitten bij IJscafé Veneto. En we hebben een appelstroop. En hij is warm. En hij is warm. Ja. Dus we gaan hem lekker oppeuzelen. En ook een mooi raadhuis. Stadhuis. Mooi plein hier. Zal zaterdags wel een stuk drukker zijn als de winkels open zijn, denk je niet? Hm? Dat het zaterdags een stuk drukker zal zijn. Denk het wel. Voor de laatste hengelkers zijn we op een buitenpad terechtgekomen. Dit is aan de rand van de stad. Daar op de heuvel. Ook
nog een of andere kerk. En daar zijn we natuurlijk niet geweest, bij die met die groene toren wel. En bij die daar, die groene toren ook. En dan lopen we straks dit pad weer terug. En dan zijn we eigenlijk al bij de camperplaats, dus dit ligt hier vlak achter. En hierachter is niet te zien, maar ik zag er net een opstijgen. We hebben er al een paar gehoord. Daar ligt een vliegveld. En dat is voor kleine vliegtuigjes. Eens kijken of er zo nog eentje kan filmen. Nou, Marcel is weer uit de bosjes gekropen. Deze lag, of hing, in het bos, of tenminste in het bos, een stuk, ja, begrijp wel wat ik bedoel, erin. Ja. Ah, daar gaat hij. En weg is hij weer. Oh, hij komt nog net boven de boom uit. Queenie en de Dutchess. Hé? In de koets. Ja, Dutchess ook, hè? Het is avond, 7:15, zo'n beetje 7:30. En we hebben ons prima vermaakt in dit leuke stadje. Dus zonder dat heel veel mensen dit soort kleine plaatsjes voorbij rijden. En we doen het rustig aan, 300 kilometer, 350 op een dag. En morgen duiken we Oostenrijk in. In de verte zie ik een luchtballon hangen. Ik zal er eens even onderrijden, eens kijken of ik hem in beeld krijg. Het is misschien net te ver weg. Maar goed, waar hangt hij ongeveer? Daar ergens. Prima plekje. Het is gratis. Deze hoek is echt ook voor campers. Het staat ook apart aangegeven. En dat is ook wel te zien, want er staan er toch meerdere. Daarachter ons een hele grote. Zelfs een wasmachine aan boord heb ik gezien vanmiddag. Er zit ook een bergruimte onder. Niet normaal. Dat is een dubbele deur aan de achterkant. Een grote deur en een kleine deur. Nou, dat is echt een garage. De luchtballon weer. Er komt nog even een klein stukje over de camperplaats heen. En het enige wat ik zie zijn Duitse kentekens. En er staat een één Nederlander tussen, dat zijn wij dan. Even kijken.
Het blijft ook leuk hoor, campertjes kijken. Komt er nog eentje aan rijden. Het is altijd in de loop van de avond. Dat zagen we gisteravond ook. Komt me dat toch nog steeds binnendruppelen. Eens kijken wat een joekel dit is. En dan moeten ook de fietsen nog achterop. Want die kunnen dan blijkbaar niet binnen. En volgens mij hoort dat smartje er ook nog bij. En dan heb je hier ook die grote deur en daar dat kleine vierkantje deurtje. Dat hoort allemaal bij elkaar. En daar kun je gewoon in, nou ja, wel een beetje gebukt volgens mij. Maar je kunt er wel in. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en morgen gaan we naar Oostenrijk en we hopen jullie dan ook weer te zien. Fijne avond!